Leuk dat je kijkt. Zoals je in de titel ziet, gaat het over vakantie. Als je op school zit, heb je waarschijnlijk al vakantie. Of misschien krijg je het binnenkort. Ik ben heel erg benieuwd wanneer jullie eigenlijk vakantie hebben. Dus laat dat vooral even weten ook. Ik zelf heb niet echt vakantie. Ik werk in de kinderopvang en die is gewoon 52 weken in een jaar open. Dus waarschijnlijk mag ik daar ook veel werken. En ik ben 3 weken, ga ik wel weg. Ga ik naar Afrika, daar kon je al eerder in eerdere video's wat meer over horen. En dus vakantie. En in die tijd, ik herken dat gevoel van vroeger nog, is altijd een beetje zo, wat ga ik doen? Ik heb geen dagbesteding. Al mijn vriendinnen die gaan op vakantie, wat ga ik nou doen? En ik dacht, het leek me leuk om daar een video aan te wijden. Leuke dingen die je kan doen in de vakantie. De eerste tip die ik sowieso al heb, ga bij je vriendinnen na wanneer ze op vakantie gaan. En schrijf het desnoods in je agenda. Dan kan je ze nog even veel plezier wensen natuurlijk als ze weggaan. En als ze terug zijn kan je zeggen, hoe was het? We zullen binnenkort afspreken. En zo kan je je vriendinnen toch nog wel zien in de vakantie. Dus dat is sowieso al een tip. Maar ik wil vandaag in deze video laten zien wat je allemaal kan doen als het vakantie is. Je kan natuurlijk lekker naar het strand gaan, naar meer gaan, buiten zonnen enzovoort. Maar ik heb ook andere dingen die je nog kan doen in de vakantie. Dus ga ik maar snel laten zien. Ga lekker knutselen. Je hebt op internet genoeg DIY's staan die je lekker kan doen. Ga lekker knutselen, ga lekker dingen maken. En ook op mijn site ben ik van plan om wat meer DIY's online te zetten deze vakantie. Dus je kan abonneren op Blogloving als je die wilt volgen. En op mijn YouTube kanaal heb ik ook een afspeellijst met allemaal DIY's. Dus bekijk dat en ga lekker aan de slag met knutselen. Ruim eindelijk is je kamer en je kast op. En na al dat harde werken natuurlijk dit hele schooljaar heb je ook wel eens wat rust verdiend. Pak een masker. Pak een lekker bruisbal van Lush. Ga lekker in bad. Smeer je er nou heerlijk in met een bodylotion. En geniet gewoon. Daar heb je nu de tijd voor. Ga lekker je nagels lakken. Doe een uitgebreide nail art. Verzorg je nagels lekker. En ik zal in de beschrijving ook nog even een linkje zetten naar leuke nail art artikelen die ik heb op mijn blog. Ga lekker series kijken. Daar heb je nu de tijd voor. Pak je favoriete serie erbij. Mijn favoriete serie is One Tree Hill. Je kan natuurlijk dvd's kijken, maar je kan natuurlijk ook gewoon Netflix kijken. Daar kan je allemaal series. En je gaat lekker op bed liggen en je gaat gewoon lekker kijken. Lekker ontspannen. Ga eens iets leuks doen met je ouders. Ga met ze op pad, maar je kan natuurlijk ook een spelletje doen wat zij heel erg leuk vinden. En in mijn geval moet ik dan altijd klaar voor jassen. Ga lekker koekjes bakken of koken of recepten uitproberen. Hartstikke lekker en je kan dan je vrienden, familie kan je dan nog ook even lekker laten proeven. Ga sporten. Je kan lekker buiten sporten als het lekker weer is. Ga hardlopen, voetballen met je broertje, nou noem het maar op. Ga lekker naar buiten om te sporten. En dit waren mijn tips voor wat je kan doen in de vakantie. Mocht je nou nog ideeën hebben van zeggen, dit doe ik altijd heel erg graag in de vakantie. Laat het vooral in de reactie weten. Zo kan je ook andere meiden helpen die zich misschien wel vervelen in de vakantie. En mocht je het nog niet weten, op mijn site en ook op dit YouTube kanaal is op het moment een vakantierooster. Omdat ik ook 3 weken naar Afrika ga en ik heb ervoor gekozen om wel die tijd iets online te zetten, maar dan mindere frequentie. Mocht je willen weten hoe vaker iets online komt enzovoort, staat een linkje in de beschrijving. Dan kan je dat kijken en dan kan je daarvan ook, weet je dat ook even. En dat was het dan. Een hele fijne vakantie. Als je weggaat, heel veel plezier. Geniet ervan, ontspan en kom lekker uitgerust weer terug. Zodat je het nieuwe schooljaar weer met moed kan beginnen. En ik zie je dan gewoon in de volgende video weer, want ik ga gewoon door. Doei!